match af en toe een keer roteren, zoals nu het geval. Balverlies bij Lommel. Maar ook Henderson kan die niet lang in eigen rangen houden. Goede interceptie van Jonas Fink. Steekt hem tot bij Louis Hartwig. De Duitser voorzet. Gevaarlijk dom dan de goal. Oostende komt hier op 0-1 via Mo Berte. Het is ongeveer de eerste keer dat ze daar aan de doelman van, of aan de doelmond van Jari de Busser verschijnen. Het is meteen prijs. Dom balverlies. En dan stonden ze snel aan de overkant. Bleef die bal daar nog wat hangen. En is het uiteindelijk Mo Berte die hem binnentikt. Hier gaan we het nog eens zien. De interceptie van Vic. Goed vooruit aan het verdedigen. Stoomt dan zelf mee. Dat is slim, want trekt er eentje mee op die manier in Tolinson. En dan was Mo Berte voor zijn man gekomen. Lommel op zoek naar een gelijkmaker. In de voorbije wedstrijden scoorden ze vaak snel. Lommel hadden niet veel kansen nodig om te scoren. Kunnen ze dat kunstje herhalen. Granell, goed aangesneden bal. En dan de kopbal. En dan willen ze een doelpunt. Dat was Lucas Schoos en ook Wouters. Nieuwe hoekschop met Alex Granell achter de bal. De man uit Girona. Daar komt hij. Veel jongens in de kleine 16. En dan nog de kopslag achterwaarts. Opnieuw Schoofs. Wilain. Henderson komt mee. Vaak op rechts te vinden in deze fase. 1-2. De voorzet. En dan Bert, die kan uithalen. Stond daar helemaal alleen. Wouters en Tolinson waren hem compleet. De Busser de bal ook nog weinig gezien heeft. Nu misschien een keer, want Oostende is uitgebroken. Wilain, ze zijn met z'n tweeën mee. De bal gaat naar Hartwig. En Aguilar maakt het hem moeilijk genoeg. En dan is hij blijven liggen. En is Jari de Busser klaar. Aguilar afgeschud. Dit is wel goed van Henderson. Opnieuw Laas, die was mee doorgestoomd. En Bert even uitgeweken naar de flank. Gaat hem voor doel zwiepen. Perez zoeken. Daar is Perez. Kon knikken. Ja, recht in de handen van de Busser en die lanceert meteen de tegenaanval. Daar zijn ze goed in bij Lommel. En koppel daar ook de ervaring van Igor Vetokele aan. Nog zo'n Belg met veel ervaring. Beres, die heeft eerste klasse ervaring, net als Vetokele. Bert ook, die gaat trappen. Een gekraakt schot. Daar breng je de Busser niet mee in de problemen. Mo Berte wisselt met de Grant. Goed gevoetbald van Oostende. Komen eruit. Het is 3 tegen 3 als het snel gaat. Hier is Wilain. Gaat trappen. Wilain! En knalt hem over doel. Dan moeten de acties komen van de flankaanvallers zoals deze Talvitje. Begint aan een slalom. Goed van Talvitje. Nog naar zijn linker. Talvitje verse hoek zoeken. Goeie save. Bossin was nodig. De eerste kans voor Lommel in deze tweede helft. En dan nog de poging van Santos. Bossin heeft toch een keer een bal moeten pakken in deze tweede helft. Talvitje doet het allemaal zelf, prima gedaan. Laat het bos in en dan zocht hij de verse hoek. Maar lag Bossin daar te wachten. Goed hoor, van Talvitje. En dan was er nog een beetje ruimte. Laas nog een keer speurt naar de overkant. Om die bal dan daar even vast te houden. En dan is het afgelopen. En een stunt Oostende op het veld van Lommel. Maar ongeslagen. In eigen huis al heel lang. Lommel.